Welkom bij een nieuwe aflevering van Chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar tabellen 57a en b, want daar vinden we in vormingswarmten. Ik raad je aan om voordat je deze aflevering kijkt, eerst de aflevering te kijken over energie-effecten en diagrammen. Laten we kijken naar vormingswarmte. De definitie van vormingswarmte is de warmte die je nodig hebt voor het vormen van 1 mol stof vanuit de elementen. Nou heb ik hier een voorbeeld gemaakt. We zien hier een reactievergelijking voor de vorming van N2O4. Nou, de vorming vanuit de elementen. Nou, N2O4 bestaat uit stikstof en zuurstof. Dat betekent dat je de elementen stikstof en, het element zuurstof nodig hebt. En hier zien we de reactievergelijking schematisch weergegeven met moleculen. Dus we hebben hier een stikstofmolecuul en 2 zuurstofmoleculen. En dat vormt dan N2O4. Nou, deze vorming, dus de vorming van N2O4, die warmte, de energie die je nodig hebt voor deze reactie, die staat hier gegeven in tabel 57a, bij de vormingswarmten. Nou, en als we nou hier gaan kijken, dan zien we hier, even zien, N2O4 hier staan en daar staat bij plus 0,111. Let op de eenheid, die staat hier bovenaan, maal 10 tot de vijfde joule per mol. Nou heb je in een eerdere aflevering kunnen zien dat als de verandering van energie, dus de energie die je nodig hebt voor een reactie, als dat een positief getal is, dan weet je dat het een endotherme reactie is, dat er energie nodig is. De energie wordt opgenomen door de stoffen en de stoffen komen op een hoger niveau te liggen. Dus als we dat hier in een energiediagram tekenen, dan begin ik laag met N2 en 2O2... En dan gaat energie in, dus het energieniveau wordt hoger en dan ontstaat er N2O4. En deze reactie, daar is dus per mol, is daar 0,111 maal 10 tot de vijfde joule per mol nodig. Dus per mol 0,111 maal 10 tot de vijfde joule. Dus een endotherme reactie. Nou, we gaan ook even naar een ander voorbeeld kijken, die exotherm is. Hier zien we de vorming van calciumhydroxide. Vanuit de elementen weer, dus het element calcium, het element zuurstof en het element waterstof. En hier zien we het nog eens in schematisch weergegeven. Nou, die staat ook in Binas tabel 57a. Dus dan zoeken we op calciumhydroxide en dan zien we die hier staan. En dan staat daar min 9,85 maal 10 tot de vijfde joule per mol. Dat betekent dus dat de stof de energie verliest. Dus het komt op een lager energieniveau. Dus we beginnen met calcium, zuurstof en waterstof. En die stoffen die verliezen energie. Dus het, het energieniveau komt lager te liggen voor het product calcium hydroxide. En dit is dus een voorbeeld van een exotherme reactie waarbij energie vrijkomt. Hè? Dus het getal is negatief, dus een exotherme reactie. En dus om een mol van dit calciumhydroxide te maken, komt er bij het maken daarvan 14,35 maal 10 tot de vijfde joule vrij als je een mol van deze stof maakt. Nou ging dit over vormingswarmte, dus het vormen van een stof. Gaan we ook nog even kijken hoe je kunt zien hoeveel energie je nodig hebt voor het ontleden, dus het afbreken van een stof. Hier aan de linkerkant zien we nog een keer die vergelijking die we net hadden. Het vormen van calciumhydroxide vanuit de elementen. En dat was de waarde die daarbij hoorde, die was min 14,35 maal 10 tot de vijfde joule per mol. En daar hadden we ook een energiediagram van getekend. En omdat het een negatieve waarde is, begin je op een hoog niveau. Want het is een exotherme reactie. Dus die stoffen verliezen de energie, waarbij het energieniveau daalt. En je dus uitkomt op een lager niveau voor calciumhydroxide. Dus deze reactie is
exotherm. En dat kan je dus zien aan het negatieve getal hier bij de vormingswarmte. Goed, we gaan nu ook kijken naar de ontleding van een stof. En eigenlijk is ontleden het omgekeerde van vormen. We zien hier eigenlijk dezelfde reactievergelijking, alleen de andere kant op. We beginnen nu met calciumhydroxide en we gaan ontleden in de elementen. Dus als ik dan het energieniveau van die calciumhydroxide moet tekenen, dan moet ik dat op hetzelfde niveau doen als waar we net geëindigd zijn. Dus ik teken hier het niveau voor calciumhydroxide. Nou, het ontleden van een stof in elementen, dat is het omgekeerde van vormen. Dus het omgekeerde proces. En de producten die ontstaan, die komen natuurlijk op hetzelfde niveau te liggen als net. Dus teken ik hier op hetzelfde niveau de elementen, zuurstof en waterstof. En dat betekent dus dat er nu energie in de stof moet, waardoor we op een hoger niveau komen te liggen. Dus deze reacties endotherm. En omdat het de energie er nu in gaat, hebben we te maken met een positief teken, waar we hier een negatief teken hadden. En je ziet dat die niveaus op dezelfde hoogtes liggen. Dus de getalswaarde die ertussen ligt is hetzelfde. Dus ook hier 14,35 maal 10 tot de vijfde joule per mol stof. Alleen nu, omdat het omgekeerd is, endotherm, moeten we dit teken omdraaien. Krijgen we nu een positief getal, waar we hier een negatief getal hadden. Goed, dit laatste, dat je dus ook die tabel 57 kunt gebruiken voor ontleden van stoffen, dat gaan we in de volgende aflevering heel veel gebruiken. Dat is een belangrijke aflevering, want over die, wat ik in de volgende aflevering ga behandelen, dat wordt vaak gevraagd op toetsen en examens. Goed, tot zover deze aflevering. Dankjewel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.